hoofd zuiveren van Duitsers. Na het mislukken van Poolse pogingen om het Bruggenhoofd in te nemen, wordt het een prestigestrijd tussen de generaals van zowel het Britse als van het Duitse leger. In de laatste week van januari wordt een bittere strijd gevoerd bij een temperatuur van 10 graden onder nul en hevige sneeuwval. Een strijd die bovendien veel onnodige mensenlevens zal eisen. Een alliantie van Polen, Britten en Canadezen zal het tenslotte lukken het karwei te klaren. Eind januari 1945 wordt de balans opgemaakt. Meer dan 100 gesneuvelde en honderden gewonden aan geallieerde zijde. Aan de Duitse kant zijn de verliezen niet precies bekend. Meer dan 150 parachutisten hebben daar het leven verloren. Maar waar ging het eigenlijk om? Een lapje grond van enkele vierkante kilometers, die geen enkele strategische waarde meer had en waarvoor een volkomen zinloze strijd werd gevoerd. De prijs hiervoor was veel te hoog. Vanaf begin maart wordt de Langstraat bewaakt door militairen die nog niet aan de oorlog hebben deelgenomen. Achtereenvolgens zijn het de Polen, de Canadezen en de Engelsen die hier gelegerd worden. Landgenoten, het uur van uw bevrijding is aangebroken. De vijand heeft de wapenen neergelegd. Eindelijk wordt dan op 5 mei in Hotel de Wereld te Wageningen de capitulatie door de Duitsers getekend. Het wordt een feest van je welste. Engelse carriers met jeugd erop rijden door de straten. Overal hangen vlaggen uit. De stad is helemaal versierd met oranje en rood, wit en blauw. Er wordt 5 dagen feest gevierd. In de stad worden bals georganiseerd en de klandizie in de cafés is overweldigend. Kortom, een explosie van vreugde. In 1949 wordt door de weduwe van burgemeester Mone een straatnaambord onthuld ter nagedachtenis aan haar man en op dezelfde dag het oorlogsmonument aan de burgemeester Monelaan. Enkele jaren later, in 1954, wordt in Sprangkapelle het monument ter nagedachtenis aan Jan de Rooij onthuld. Na 5 jaren oorlog kan de wederopbouw beginnen. Met steun van de Amerikaanse Marshallhulp wordt Europa weer opgebouwd. Nederland krijgt een nieuw elan. In Waalwijk bijvoorbeeld de grote tentoonstelling voor de leder- en schoenindustrie, de Slem in 1953... die de grote tentoonstelling van 1925 zal overtreffen en waaraan zelfs koningin Juliana een bezoek brengt. Waalwijk was toen nog het centrum voor de leder- en schoenindustrie. In 1955 wordt de bevrijding gevierd in het centrum van Waalwijk met een massale optocht van de kinderen van alle lagere scholen. Ook allerlei verenigingen nemen eraan deel die thema's en personen uitbeelden. Een ongekend gezicht dat vandaag de dag niet meer mogelijk zal zijn. Al in juni 1945 wordt er in Waspik een grote bevrijdingsoptocht gehouden, waaraan vele inwoners van Waspik meewerken.
Vijf jaar later, in 1950, wordt er weer een optocht georganiseerd, nu met het thema Herreizend Nederland, waarbij net als in 1945 weer velen hun beste krachten geven. Wat vonden jullie van mijn werkstuk? Goed gedaan hoor. Ik heb er wel iets van geleerd. Wow, vet. Het ziet er ook mooi uit. Ik zou het ook zo gedaan hebben. Als vandaag de dag onze bevrijders naar Waalwijk komen, is er niet meer die overweldigende belangstelling van toen. Logisch. Maar toch moeten we eraan blijven denken en eraan blijven werken dat oorlogen in deze beschaafde wereld niet thuis horen. Laat ons hopen dat deze en volgende generaties dit alles bespaard zal blijven. Want vrijheid is een waardevol bezit. We genieten er nog elke dag van.